Mevrouw de voorzitter, 2 weken geleden ging Nederland naar de stembus. Midden in een pandemie, in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En de kiezers gaven ons hun stem in het vertrouwen dat er met de grootst mogelijke zorgvuldigheid mee om wordt gegaan. Vanaf de eerste dag na de verkiezingen. De inhoudelijke uitdagingen zijn groot en de vorming van een kabinet is vaak ingewikkeld. Maar wat er in ieder geval in onze macht lag of leek te liggen, was een correct proces. En het is mislukt. Dat hebben we met elkaar al vanochtend besproken. Maar terwijl Nederland hoopte dat we ons direct zouden concentreren op de grote opgave, economisch herstel, aanpak, een echte aanpak van de klimaatcrisis, de kansencrisis in het onderwijs, de ongelijkheid in de maatschappij en de gestage afbrokkeling van de rechtsstaat, zien ze dat sommige vertegenwoordigers naar verkenners gingen om te praten over posities van andere politici. Dit heeft uiterst pijnlijke gevolgen. Niet alleen voor heel veel Nederlanders, maar ook voor collega Omtzigt, al heel vaak benoemd. En voor de goede orde wil ik nogmaals herhalen wat ik eerder heb gesteld. Het is ongepast. Ongepast dat dit is gebeurd. Ongepast dat een gesprek met een verkenner gaat, en ik sluit me ook wel aan bij mevrouw Van der Plas, over mogelijke functies, over wat eventueel zou gebeuren met mensen van andere partijen. Als collega zeg ik ook, die suggestie is altijd geheel ten onrechte geweest. Het heeft pijnlijke gevolgen voor de vertrouwensrelatie, onderling hier in de Kamer. En voor het aanzien van de politiek. Er zijn fouten gemaakt die niet gemaakt hadden mogen worden. De verkenners hebben hun verantwoordelijkheid genomen en zijn afgetreden. Voorzitter, deze dagen van verkenningspauze zullen niet verspeeld zijn, uiteindelijk, als we in dit debat ook een begin kunnen maken met een herstel van afgebroken en aangetast vertrouwen. Door volledige openheid van zaken te geven. De waarheid hebben we nu, althans dat denken we. Maar ik vraag de verkenners, waarom heeft het zo lang moeten duren? De positie van de heer Omtzigt bijvoorbeeld is tot 2 maal toe besproken met de fractievoorzitter van de VVD. Hoe kan het dan dat de Kamer de afgelopen dagen zo onvolledig en onzorgvuldig en veel te traag is geïnformeerd? De traagheid van het proces heeft het wantrouwen alleen maar vergroot. De nieuwe informatie, die we ook weer vanochtend hebben gehoord, heeft ook de aard van het debat veranderd. Dat hebben we zojuist ook weer gezien. Mevrouw de voorzitter, ik wil nog iets zeggen over de procedure van de verkenning en de verbeteringen die niet alleen mogelijk zijn, maar noodzakelijk. Na de toeslagenaffaire beloofde de politiek meer transparantie, gedegenheid, degelijkheid. En dit debat kan hier ook een voorbeeld van zijn. We moesten wel buiten de gebaande paden treden om het mogelijk te maken. 1. Het is zaak de verkennersrol helder te omschrijven, inclusief de mogelijkheid tot verantwoording in de Tweede Kamer. Het is ook zaak dat de Tweede Kamer in de fase van verkenning, dus voorafgaand aan de informatie, gebruik kan maken van ondersteuning uit eigen gelederen om zo een zogenaamde firewall echt te hebben. Tussen de macht en de tegenmacht, zoals collega Zegers er ook al over sprak. En het brengt me ook tot de noodzaak tot verandering van onze politieke cultuur. Mijn inzet, ik hoop ook dat collega-Kamerleden dit hebben gezien uit mijn schriftelijke inbreng, of zoals de rapportage is vanuit de voormalige verkenners. Ik ga nog steeds op zoek vanuit de inhoud naar een stabiel, politiek en breed gedragen kabinet met een zo progressief mogelijk perspectief om antwoord te geven op de reële uitdagingen van nu en de toekomst. Om het vertrouwen te herwinnen zal een nieuw kabinet het dualisme echt moeten omarmen en veel meer dan er nu in is geslopen. Om tot daadkracht te komen zal een nieuw kabinet het eens moeten worden over hoofdlijnen en niet over bijzaken. Het economisch herstel, de aanpak van de klimaatcrisis en de kansencrisis in het onderwijs. Ik noem slechts een paar hoofdthema's. Ik ben bijna klaar, mevrouw de voorzitter. Dan heb ik zowel een maiden speech, maar het is nog 1 paragraaf met de permissie van de voorzitter en de collega's. Dit kan alleen draagvlak krijgen als mensen ook kunnen vertrouwen op dergelijke processen. Tot voor kort waren Tamara van Ark en Wouter Koolmees namens de Kamer in staat zo'n proces te dragen. In het licht van de nieuwe feiten stel ik voor dat de Kamer een nieuwe verkenner benoemt,
of dat onderzoekt. En wat mij betreft moet dat iemand zijn, niet alleen van gezag, maar ook grote afstand van de politiek. En ik dien daartoe ook een motie in. Dit is het moment om uit deze enorme vertrouwenscrisis ook weer een nieuwe koers in te slaan. Voor de politiek, maar met name voor wat we allemaal kunnen en moeten doen voor het land. Dank u.